Als je kind op drumles wil, dan komt al snel de vraag, moet ik ook een drumstel kopen? Nou, in deze video ga ik uitleggen hoe dat zit. Hoi, ik ben Mark van Beatseat. Wij helpen kinderen om te leren drummen. Ten eerste de vraag, moet mijn kind een drumstel hebben als hij op drumles gaat? Het antwoord is ja. Het is heel simpel, als je iets regelmatig doet, dan leer je het beste. En als je thuis niet kan oefenen wat je in de les hebt gedaan, ja, dan gaat de lol er snel af. Nou, dat kost natuurlijk dan even tijd en energie om een drumstel te gaan kopen. Maar het goede nieuws is, er is heel veel vraag en aanbod, zowel nieuw als gebruikt op Marktplaats. En daardoor is het makkelijk om iets te vinden, maar ook makkelijk om het later weer te verkopen als je kind gaat stoppen. Dan kun je het bijna zonder verlies eigenlijk weer kwijt. Nou, de meeste ouders zijn bij mij ongeveer tussen de 200 en de 500 euro kwijt voor een drumstel. En er is natuurlijk geen bovengrens. En als je budget hoger is, dan zou ik altijd aanraden om gewoon een mooi instrument te kopen. Want dan is de verleiding veel groter om even te gaan zitten en spelen.